Als het goed is, is jouw tas ook klaar. Handvaten gemaakt, afgewerkt. En nu gaan we de onderkant afwerken, het rondje. Er staat toer 1. Neem een andere kleur garen, dus voor mij wordt dat de oranje. En je haaknaald. Draai je hoesje om, zodat de aanhechting van je netje aan de binnenkant zit en je netje door de opening naar buiten komt. Dus, netje moet erin zitten en hij komt hier naar buiten, zoals je ziet. Dus zo leg je hem neer. Dan steek je naald met een schuifknoop op de naald. Steek nu je naald met een schuifnaald. Steek nu je naald met een schuifknoop op de naald in een willekeurige steek langs de buitenrand en haak vaste tot je bij de opening aangekomen bent. Haak nu ook langs de opening vaste en ga door met haken van vaste tot je bij de eerste vaste bent aangekomen. Sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste. Dus we hebben een schuifknoop nodig. Ik ga hem weer even voordoen, maar misschien weet je hem nog wel. Ik maak hem als volgt. Twee keer rond je vinger, vasthouden, er overheen, erop laten liggen, er overheen, helemaal over je vinger aantrekken en je hebt een schuifknoop. Nou, omdat ik niet het hele rondje wil laten zien, want het is een beetje saai, ga ik hier aan deze kant beginnen. En dan laat ik zien hoe het hier moet. En dan kan je de rest zelf afmaken en zien we elkaar bij de volgende toer voor de afwerking. Even kijken. Deze gaat hier naartoe. Even mijn wolletje rechts leggen, want dat had ik vorige keer ook fout gedaan. Dan gaan we... Ik steek hem even hierin. Door twee lusjes. Draadje ophalen. En een vaste maken. Dus gelijk de eerste vaste. En dan even vaste tot aan de enkele zijde, zeg maar. 1. Nog één. Dan is er hier nog één. En dan maak ik hier ook. Kijk, er is eigenlijk hier een vaste. Die zit een beetje vreemd. Maar ik doe dan toch even hier er doorheen. Zodat het echt mooi rond afgewerkt kan worden. En dan moet je alleen aan deze kant. Dus het netje laat je even zo bungelen. En dan alleen aan deze kant. Ook over deze hele enkele kant twee lusjes pakken. En hier zit nog een draadje. Die neem ik gelijk even mee. Is dat ook weer mooi weggewerkt. Over deze hele kant doe je ook twee draadjes onderlangs vast te maken. Zoals je ziet neem ik gelijk het draadje weer even mee. Het scheelt echt een hele hoop als je zo een paar van die draadjes die je tegenkomt mooi wegwerkt. Zo. Ik kan er nog met eentje mee. Blikje hoor. Ik heb er niet zo'n zin in, zoals je ziet. En de rest knip ik straks even af. Dus vaste ook hier tot aan hier. Ik maak even een lange lus. Tot hier. Hier ga je weer even zorgen dat het weer een mooi geheel wordt. Dit eerste is een beetje, zie je, rommelig doordat je aan de andere kant ook vastgemaakt hebt. Gewoon zelf even zo vast te maken. En dan tot en met daar. En dan komen we elkaar weer tegen in toer 2. Succes!